is ook op mijn nieuwe video Hield kan vloggen. En vandaag spelen we Brawl Stars. Ik zit op de account van Lolman. En wij gaan 16 megadozen openmaken. 16 megadozen gaan wij openmaken. En wij gaan op zoek naar een nieuwe knokker. Search. Hij moet alleen nog search, moet Lolman. Dus super dankjewel. Super bedankt, Lolman, dat ik op jouw account deze megadozen mag openmaken. Volg Lolman sowieso even op YouTube. Abonneer even op zijn YouTube kanaal. Linkje in de beschrijving. En join ook even zijn Discord. Linkje ook in de beschrijving. Maar jongens, kijk naar deze megadozen even. Kijk nou even. Er zijn er 15 op het trofeeënpad. En dan heeft hij er ook nog eens eentje op de Brawl Pass. Dit is niet normaal. We moeten haast wel de nieuwe knokker search gaan krijgen in al deze dozen. Als dat niet lukt, jongens, weet ik het ook niet meer. Maar we blijven sowieso proberen. We beginnen met deze 8 grote dozen. Want die zijn nog van het vorige seizoen. Maar laat nou even een like achter als jij dit soort video's tof vindt. We gaan voor de 2000 likes. En ik ga gewoon beginnen. Lolman, je bent een strijder. Bedankt Lolman ook even in de comments. Maar wij gaan gewoon even lekker beginnen. We beginnen met deze grote dozen. En we zien het allemaal vanzelf wel. Trouwens, ik ga heel even nog één dingetje checken. Moet hij nog sterrenkrachten? Wacht eens even. Heeft hij niet een volledig max? Wat de hel? Hij heeft een volledig max account. Behalve search. Letterlijk behalve search. Dat is echt niet normaal. Hij heeft alle gadgets, alle sterrenkrachten. Hij heeft alles. Dus als we nu iets krijgen, weet je gewoon zeker dat het Surge is. Als je hier rechts onderin iets ziet, weet je gewoon zeker dat het Surge is, jongens. Dat is echt niet normaal. Dus ja, we kunnen voor de rest niks anders krijgen. We kunnen oprecht voor de rest niks anders krijgen. Dus we gaan gewoon even strijden. Dit is echt insane, boys. Oh, wat zou... Het zou wel heel erg zijn als we al deze dozen openmaken en letterlijk gewoon helemaal niets krijgen. Dat zal zo erg zijn. Ik gun het Lolman zo erg. Maar we gaan het... Oh, ik kreeg er bijna hartverzakking. Want dat zou gelijk betekenen dat we natuurlijk search krijgen. Als we iets krijgen... Oeh, resterende bonussen. Kom op, boys. Dit is niet normaal. Ik ben... Oh, weer resterende bonus. Dit is zo spannend, jongens. We hebben letterlijk alleen nog maar search. En als we die dus krijgen, kunnen we daarna gewoon gelijk de gadget en heel veel krachtpunten gaan verzamelen. Als we hem wel vroeg krijgen. Volgende mega dus, kom op. Nee, oei, 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 grote doos, kom op. Nee, ik ga nu even wat langzamer, want anders gaan we er gewoon te snel doorheen. Kom op. Nee. Kom op. Nee, dit is niet normaal, boys. Dit is niet normaal. Ik ben echt bang dat we hem niet krijgen. Wat denken jullie? Laat nu achter in de comments. Denken jullie dat ik hem ga krijgen in deze video? In 16 megadozen. En ook heel veel grote dozen nog. Kom op. Het is gewoon elke doos spannend. Hoeveel hebben we er nog? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We hebben er nog 9. Oké, dus we hebben er al 7 geopend. Dit is nummer 8. Kom op. Ah, bonus boeit me niet. Niemand boeit die bonus. Kom op. Nee, in de grote doos is de kans wel kleiner. Kom op. Wat is überhaupt de kans? We gaan nu... Ik wil het niet te snel doorheen gaan. Wat is überhaupt de kans dat we hem krijgen? Info. Groomkrokker staat er niet bij. Oh, wacht. Volgens mij bedoelt hij gewoon legendarische knokker. Ja, 0,4. Hij telt als een legendarische knokker. Dus 0,4%. Ja, dat staat eigenlijk ook gewoon niet gelijk aan 16 megadozen. Dus eigenlijk de kans dat we hem niet krijgen is groter dan dat de kans dat we hem wel krijgen. Nu ik die statistieken gezien heb, ben ik een beetje teleurgesteld. Ik ben nu echt bang dat we hem niet gaan krijgen. Maar we gaan het gewoon zien, jongens. Volgende megadozen. Kom op, kom op. We hebben hem! We hebben hem! Let's go! Let's go, let's go, let's go! Chromatische knokken search! Echt, jongens, toen ik net naar die winkel ging, zat ik te denken van, het gaat niet lukken. Dit gaat oprecht gewoon niet lukken. Maar we hebben hem gekregen. We gaan even tellen. We moeten nog 1, 2, 3, 4, 5 megadozen. We hebben hem dus gekregen na 9 megadozen. Ongelooflijk, ongelooflijk. Ongelooflijk. Oké, we hebben hem binnen. Dat is super, super nice. Dan gaan we nu gewoon heel veel krachtpunten verzamelen voor Surge. Hoppatee. En ik ga ook gelijk upgraden, want dan kunnen we misschien de gadget al gelijk krijgen in deze video. Super bedankt nogmaals, Lolman, dat ik dit mag doen op jouw account. We zitten nu op kracht level 5. Dus we moeten wel nog wat openmaken. Dat we... Oké, let's go. Nu zitten we op kracht level 6. Super chill. Moeten we nog 1 omhoog en dan kunnen we dus de gadget vrijspelen. Maar ja, dat hoeft voor mij nu natuurlijk niet eens. Oké, we moeten nog 1 doos openmaken. Als het goed is, hebben we hem nu. Ja, let's go. We hebben nu kracht 7. Die gadget boeit me niet eens, jongens. Ik ben super, super blij dat we Surge vrij hebben gespeeld op het account van Lolman. Lolman, je bent echt een strijder dat ik dit mocht doen op jouw account. Bam! 140. Oh ja, als we natuurlijk nu 2 resterende items krijgen,
dan hebben we een nieuwe gadget. Dus we gaan het even zien. Oké, dit is één resterende item. Hij kan wel naar kracht level 8. Dan weet ik niet of we kracht 9 gaan halen. We moeten nog 440 krachtpunten. Gaan we dat halen? Nee. In een grote doos. Let's go. Roomstoring. Search maar kortsluitingen. Teleporteert een paar stappen naar voren. Wat een geluk. Helaas. Kunnen we niet, nog niet upgraden naar sterrenkracht. Dus we hebben geen kans op een sterrenkracht uit deze laatste doos. Maar ik ben hier echt super blij mee. In de winkel, kunnen we daar search nog halen? Nee, dat kunnen we niet halen. 10.000 coins hebben we ook. En we hebben search geupgrade naar bijna max level. En we hebben de gadget vrijgespeeld. Lol man, je bent een strijder. Ik switch even over naar mijn eigen account. En dan gaan we daar nog wat potjes op spelen. Ik zit op mijn eigen account. En ik ben echt super blij dat het gelukt is. Ik ben oprecht echt super blij dat we search gekregen hebben. Maar we hebben hier nog een... kunnen we eigenlijk nog op mijn account iets doen? Ja, we kunnen natuurlijk wel wat opdrachten gaan voltooien. Win 3 gevechten in duo showdown. Richt schade aan met Brok. Verslaaf vijanden in edelsteen. Ik denk dat als we schade doen met Brok, dan hebben we gelijk de nieuwe skin. En dan ook nog eens schade doen in edelsteen. Of verslaaf vijanden in edelsteen, was het volgens mij. Dat we misschien nog wel een paar doosjes kunnen vrijspelen op mijn eigen Brawl Pass. Maar dat gaan we gewoon lekker zien. Ik zit redelijk hoog voor mijn doel met Brok. En oei, we zijn de underdog. Oei. Dat is best wel spannend. Oké, we gaan het gewoon even allemaal zien. Oeh, daar raken we die Brok. En we moeten dus heel veel damage gaan doen met Brok. Dus gewoon lekker veel raken en natuurlijk potjes winnen. Nee, volgens mij waren het 2 opdrachten met damage. Volgens mij waren het zelfs 2 opdrachten met damage. Dus we moeten gewoon echt mega veel damage doen. Als we het... Oh nee, die Penny heeft me. Dat was niet echt sterk gespeeld van mij. We waren ook underdog. Ik begrijp niet waarom wij... Oké, we zaten met die Skywalker. Waarschijnlijk waren we daarom underdog. Dus we hebben maar 3 trofeeën verloren. Dat is niet al te veel. We gaan gewoon even lekker nog een potje doen. Maakt allemaal niet uit. We gaan gewoon even lekker nog een potje doen. Hopelijk winnen we deze wel. Gaan we even kijken of we de derde potje wel kunnen winnen. Gewoon gelijk doorstrijden. Het kan ook wel aan mij liggen. Voor mijn gevoel speel ik inderdaad ook niet de sterren van de hemel. Maar ik speel ook niet het slechtst van mijn team, heb ik zo'n gevoel. Ik ben een beetje, gewoon niet goed, niet slecht. Ik zal mezelf nu niet goed, niet slecht raten. Als ik mezelf zou moeten raten. Oké, dat is wel chill. Ik moet misschien iets meer voorzichtiger spelen met Brok. Niet te vaak schieten. Oké, gaan we dit even kapot maken. Ik weet dat ik die tik niet raak. Maar ik wil expres hun doorgang zeg maar wat groter maken. Zodat we ze iets makkelijker zien aankomen. Kom op, let's go. En dan gaan we dit pakken. Want dan kunnen we hopelijk die tik maaien. Nee, oh nee. Ik ben dood, hè? Ja, ik ben dood. Ik ben sowieso dood. 12. Hoe doet dat? 2600. Tik is veel te sterk. Maar dit potje heb ik wel een gevoel dat we hem kunnen winnen. Als we gewoon eventjes rustig gaan spelen. Voor mij is het heel chill als het open is. En voor de tegenstanders niet. Want ze hebben een Mortis, ze hebben een El Primo. Voor tik is niet heel erg als het open is. Maar voor mij is het wel heel erg chill als het allemaal open is. Het kan ik ze gewoon vanaf afstand. Ja, dan moet ik wel raak gieten natuurlijk. Wauw, die meneer. Oh nee. Oh, rik hem. Rik hem. Er staan 8-2 weer achter, boys. Oké, dit is niet best. Dit is niet best. Mortis, El Primo, ga je neer. Ja, ik wou gewoon deze special. Oh, die special is eigenlijk heel goed. Want ik raakte daardoor ook tik. Die kwam net voor die gems graaien. En toen opeens deed ik van, nee. Mijn special ging toen opeens die hele tik pakken. Dus daar hebben we echt heel veel geluk mee gehad. Nou, geluk. Het was gewoon goed gespeeld. Laat ik nu een keer wel springen. Oh, we gaan sowieso dood, hè. Nee, we gaan niet dood. Niet te overleven. Ik ging daar op het laatste moment dood. Maar gelukkig had Nita nog 10 gems. Dus dit potje hebben we lekker weten te winnen. Ben ik super blij mee. Doen we nog een allerlaatste potje. Om de video te eindigen. En als wij 7 edelstenen vijanden kunnen verslaan. Dan hebben wij een extra grote doos voor deze video. En Nita speelt mee. Vind ik dat erg? Nee, want Nita... Nee, dat vind ik helemaal niet erg. Want Nita was de sterrenspeler van het vorige potje. Maar wij gaan even proberen 7 mensen te killen. Dat is best moeilijk. Maar het is wel mogelijk. Dus als we gewoon eventjes... Moeten we gewoon een beetje goed spelen nu. Gewoon veel mensen killen. Oké, we gaan gewoon met z'n allen tellen, ja? Oké, nu zijn we 1 keer zelf dood gegaan waarschijnlijk. Het is denk ik net te moeilijk. Ik zit nu al te denken van hoe ga ik ooit 7 mensen killen? Ja, dit wordt lastig. We staan op nul. Een heel sterk begin. Daar had ik G moeten pakken, of niet, jongens? Was dit een momentje? Zeg maar in de comments dat dit een momentje was. Dit was wel een momentje om te killen. Hier had ik mijn eerste kill moeten... Oh, Pam. Ik vind het niet erg dat je dat deed, hoor. Maar, oh, Pam.
Nee, het gaat helemaal mis. Het gaat helemaal mis. Halleluja, het gaat helemaal mis. Gelukkig is mijn team nog redelijk oké. We hebben letterlijk nog 0 mensen verslagen. We hebben... Het doel was 7. En ik sta... Pam, niet... Oké, wacht. We moeten gewoon misschien een beetje kills stelen dan. Misschien is dat het idee. Ja, let's go. Oké, we staan op 1. We staan op 1. Ik weet niet of ik daar heel blij mee moet zijn met 1. Maar het is in ieder geval iets. Het is in ieder geval iets... Iets. Ah, nee, ja. Ik weet ook niet wat voor geluidje ik daar maakte. Jongens, het was een mooie box opening. Maar het was... Hey, kijk eens aan. We staan op 2. Misschien kunnen we nu 3. Nee, we kunnen nu niet 3, denk ik. Nou. Ik wou zeggen, het was een mooie box opening. Maar ik heb wel eens potjes gespeeld die beter gingen. Wat? Hoe heb jij dit overleefd, Nita? Nita werd echt letterlijk net gegrepen door Jean. Met er 6 gems. En ze heeft op een of andere manier heeft het overleefd. Kan ik daar een killsteal maken? Nee. Nou, ik raak wel. Op zich, ik raak... Oké, deze is voor mij. Deze Ems is voor mij. Ja, volgens mij staan we nu... Wat? Ems? Oh, het zit ook niet mee. Het zit ook niet mee, dit putje. Hoe konden we daar Ems niet raken? Oké, afstand nemen van Nita. Als we afstand nemen van Nita, dan kan die Nita ons niet killen. Let's go. Aftellen geblazen. Weer daar een hit op Jean. Maar niet goed genoeg. Ja, is deze? Nee, is ook niet van ons. Ook geen kill. Ook die wel. Die dan wel. Maar volgens mij staan we nu op 3. 3 of 4 staan we nu op. En we hebben wel wat kill. 5. Oké. Op zich, nee, als ik nu dood ga, dan maakt het niet uit. Jammer. Oeh, daar hadden we nog bijna Ems. Jammer, volgens mij hebben we er 4 of 5 gekild. 4 of 5. We zijn wel een sterspeler, dus we hebben wel iets goed gedaan dit potje. 6 hebben we er gekild. Wacht, we moeten eigenlijk nog 1 potje. We moeten eigenlijk nog... Weet je wat? Ik knip gewoon 1 potje eruit, zodat de video niet te lang wordt. Maar ik wil gewoon deze 2 challenges nu gaan voltooien. Zodat we gewoon... Zodat we gewoon die challenge of die punten vrijspelen. En misschien kunnen we wel iets krijgen uit die dozen. Het is altijd leuk om iets te, om dozen te openen. Dus je weet het misschien nooit. We moeten in ieder geval 1 tegenstander gaan verslaan. Ik denk dat dat wel te doen moet zijn. Toch jongens? Dat moet toch wel te doen zijn. 1 tegenstander verslaan. En natuurlijk wat damage doen. Dat is ook wel een idee. Ik moet wel redelijk wat damage gaan doen. Want anders is het ook niet genoeg. Oei, dit is niet een potje waar we heel goed spelen. Dus dat is misschien niet echt heel erg nice. Oké, daar heb ik hem bijna. Misschien kunnen we nu Jean pakken. We kunnen hem er niet pakken, maar we hebben wel weer extra damage gedaan. En ik ga hier even springen. En dan kunnen we alsnog niet ontsnappen aan de situatie. En we hebben nog steeds geen vijand verslagen. Het zal wat zijn dat we opeens een heel potje helemaal geen vijand verslaan. Waar zitten ze? Oké, daar zit een Rosa. Deze moet dan toch voor mij zijn, zou je denken. Deze moet dan toch voor mij zijn, zou je denken. Kom op! Nee, nog steeds niet! Oh, volgens mij heb ik wel genoeg damage gedaan. Maar we gaan misschien het potje verliezen zonder geen enkele tegenstander uit te schakelen. Dat is wel heel slecht, hè? Oh, dat zal wel echt heel slecht zijn. Oké, dit is mijn momentje, Ja, ik heb er één. Oké, ik heb Jean. Ik weet niet waarom ik zo blij ben ermee. Maar we hebben in ieder geval Jean uitgeschakeld. We zijn dit potje wel flink aan het verliezen. Nou, oh wel, die Ems nu wel een kill gemaakt heeft op een heel belangrijk momentje. Dus dat is heel fijn. Laat ik eventjes dit doen, want dan haal ik die muur weg daar. Die Rosa gaat weer flinke druk zetten. Ik denk ook wel dat we genoeg damage gedaan hebben, maar dat weet je natuurlijk nooit zeker. Dat weet je natuurlijk nooit zeker. Daar komt die Jean vandaan. We staan 6-6. Super spannend potje. Daar hebben we die Ebit weer te pakken. Oh nee, ik had niet verwacht dat daar die Rosa zat. Dat had ik eigenlijk al lang moeten weten. 6 tegen 8. Nee, volgens mij is er iemand... Ja, Pam is doodgegaan. Oh ja, we zijn nu lul. Misschien kan ik die Jean daar nog pakken. Nee, ja, ik probeerde daar de Jean toch pakken. Maar op een of andere manier zet die Jean druk. En die trekt die Jean. Oh, die trekt die Pam naar de zich toe. Super, super dom. Maar volgens mij, ja, beide teamgenoten zijn nu dood. 17. Dat betekent niet dat we die Rosa willen killen. Dat betekent dat we die Ebit moeten killen. Die zit hier. Nee, ja, dat gaat niet meer lukken. Dit gaat helaas niet meer lukken. Maar nou, spam. Zo, ik was toch flink aan het spammen. Ik heb sowieso wel die 2 opdrachten voltooid. Dus dat komt sowieso goed. Dus daar ben ik al blij mee. Kijk eens aan. Let's go. Dat is allemaal gelukt. Dan gaan we even kijken wat we nou eigenlijk echt hebben vrijgespeeld. Misschien is het helemaal niet zoveel. Even op niet storen. Oeh, 4 tiers. Dat is ook 4 beloningen. Oké. 2 grote dozen. Nou, we gaan het gewoon zien, jongens. Heb ik dit voor niks gedaan? Oké, 50 kills. Wel heel chill. Iemand zei in de comments dat kill een hele goede knokker was. Hier zit natuurlijk niks in. De laatste grote doos. 3 items. Nee, ik heb het niet voor niks gedaan, want we hebben Jackie naar kracht 9, jongens. Super, super chill. Let's go. En daar kan ik nu sterrenkracht voor vrijspelen. Jongens, ik hoop nog een leuke video. Ergens nu zie je in beeld een andere video die jij zeker moet checken, want daarin probeer ik ook shirts te krijgen op het account van Mark. Jongens, ik hoop nog een leuke video. Even kijken. Zien we in de volgende video en tot dan, mensen.